eindelijk, zoals een, als een trolleybus op een bepaald moment goed geaard is als een lijn. Ik kan een goede weg, ik kan dit doen, ik kan dat doen. En als ik het nou over spiritueel heb, ik ervaar zo'n beestje als heel spiritueel in wezen. Over geaardheid gesproken. Constant vanuit balans reagerend op wat er gebeurt. En op een hele, hele soepele manier. En nou is het voor een kat misschien makkelijker om geaard te zijn dan voor een mens. Want een mens zit altijd met zijn wanhopige ego. Die hem zo verschrikkelijk aan de ene kant helpt, maar ook aan de andere kant in de weg zit. Dus het is misschien veel makkelijker voor een kat, maar ik ben er soms wel erg jaloers op, hoor. Het enige wat ik waar ik mezelf toch een beetje in kwijt ben, zei het ook met mondjesmaat, want zeker als het gaat om opdrachten, dan wordt het toch wel vaak wat moeilijk door stressachtigheid en dingen die moet dan klaar op een bepaalde manier enzovoort. Maar het blijft toch het vak waar ik me het meest thuis voel. Wat over is gebleven. Want voor de klas ging niet en andere dingen gingen ook niet. Tegelzetten ging ook niet. Nou, over het algemeen voel ik me bedonderd, want de mensen voelen toch niet wat erin zit. Ze zien altijd andere dingen. En als mensen zeggen van dat vind ik leuk, dan vind ik dat ook wel leuk. Het is natuurlijk erkenning. Maar ik heb toch altijd het gevoel, of dat ze het zeggen om mij een veer in mijn reet te douwen. Ik vertrouw ze nooit. Ik vertrouw niemand op dat gebied. Mijn enige instantie ben ik zelf. En in wezen kraak ik alles van mezelf af. Misschien ook gewoon een alibi voor mijn niks doen. Dat ik toch kan zeggen van nou, ik heb een schilderij gemaakt of zo. Het is wel mooi. Het is prettige materie dit, vind ik wel hoor. Ik hou van de geur, ik hou van materiaal. Ik hou van een stuk wit papier. Ik hou van de momenten dat je aan een schilderij bezig bent en vaak. Je zou kunnen zeggen in een soort van buitenzinnigheid als het ware alsof je penseel geleid wordt of je penseel door een ander vastgehouden wordt, bezig bent met kleuren en vlakken en dat er dan ineens een stuk straling optreedt, herkenning, dat is iets mystieks. Daar hou ik van. Ja, wat het is, dat weet ik dus niet. Dat is magie. Dat is magie. Dat is spiritualiteit, zou je kunnen zeggen. Want het gaat buiten jezelf om.